Hallo, ik ben Miek van Odds & Ends en vandaag ga ik een retro look voor jullie creëren. Ik heb de basis van mijn make-up al gedaan, want die kan je eigenlijk terugvinden in een andere video. Maar wat ik nu specifiek ga doen is eigenlijk de retro touch maken aan mijn make-up. En dat ga ik doen aan de hand van een eyelinertje. Dat is een van Make-up Studio, dat is een liquid eyeliner en een knalrode lipstick. Ook van Make-up Studio. Een wing eyeliner, dat is eigenlijk iets typisch retro. Dat is zeker niet de gemakkelijkste techniek. En daarom wou ik die vandaag aan jullie laten zien. Dus, als je een eyeliner zet, ik neem nu een liquid eyeliner. Dat ziet er zo uit, dat is heel fijn. Is het belangrijk dat we die gaan trekken met ons oog open. Dus we gaan eerst eigenlijk een gewoon lijntje zetten. Daar hoeven we ons oog niet voor open te houden. Dus dan sluiten we ons oog en gaan we proberen een strakke lijn te zetten. Dus we leggen ons penseeltje leggen we schuin en we gaan eigenlijk zo een streepje trekken bij ons oog open. Oké. En dan gaan we dat nu eigenlijk verbinden. Dan gaan we nu over naar de mascara en dan ga ik daarna ook nog de valse wimpers kleven. Als lipstick kies ik voor de knalrode lipstick van Make-up Studio. Voilà, de rode lipstick hangt erop. Dan is het nu tijd voor de valse wimpers. Als valse wimpers koos ik deze keer voor NYX. Ja, ik heb ze eigenlijk nog nooit gebruikt, dus ik ben wel eens benieuwd naar het resultaat. Wat dat erg belangrijk is bij valse wimpers, is dat we daar een stukje van gaan afknippen, want die zijn eigenlijk standaard veel te groot. Zeker voor mijn ogen, ik heb niet zo'n heel grote ogen. Dus ik ga daar nu een klein stukje afknippen. Om te controleren of de lengte van de wimpers goed zijn, ga je ze eigenlijk gewoon een keertje opplakken. Er hangt een beetje lijm aan en dan kan je meteen zien of de lengte goed is voor jou. Ze hangen natuurlijk nog niet op, maar de lengte is eigenlijk wel goed zo. Om de wimpers te bevestigen gebruik ik deze lijm. Ik gebruik hiervoor een pincetje. En ga een beetje lijm op het pincet doen om het dan zo aan te brengen op onze wimper. Dan neem ik de wimper vast en dan gaan we hem plakken. Voilà, onze make-up is gedaan en dan is het nu tijd voor onze haren.